Ik sta hier voor het gemeentehuis van Bernhezen. Om 14:00 hebben wij een afspraak met de beoogde burgemeester van het gemeenteland Verkuik, Marieke Moorman. De eerste vraag die ik haar zo meteen ga stellen is, wanneer kwam het bij u op om te solliciteren naar de functie van burgemeester van het gemeenteland Verkuik? Ik denk dat het op twee momenten is geweest. Ik heb natuurlijk de wording van Land Verkuik als min of meer buurgemeente wel op een afstandje gevolgd. En ik vond dat heel interessant wat daar gebeurde. En op een gegeven moment dacht ik, goh, dat is best interessant om eens daar te solliciteren. Maar dat werd nog niet concreet. En toen de gemeenteraad de profielschets ook had aangeboden, nou dat is half mei geweest, die heb ik gelezen en toen dacht ik, dit past bij mij. Ja. Solliciteren als burgemeester is even iets net iets anders dan wanneer je solliciteert in een, bij een bedrijf. Want het moet eigenlijk allemaal een beetje geheimzinnig gebeuren. Hè? Want het is niet normaal dat je zeg maar al zegt, ik heb gesolliciteerd op die en die functie, want dat kan allemaal niet. Maar dan moet je, je neemt zelf het besluit van, nou dat past bij mij. Maar hoe zit dat dan met Thuisfront? Ga je dan toch al inlichten voordat je gaat solliciteren of zeg je pas op het moment van ik word de nieuwe burgemeester van Land Verkuik, jullie moeten mee? Nou, ik heb het er uitvoerig met mijn man over gehad. Okay, het zou wat zijn als ik op een gegeven moment tegen hem zeg, schat, we gaan verhuizen. Ja. En we hebben ook samen de afweging gemaakt van zal ik überhaupt solliciteren. Onze kinderen hebben we pas ingelicht nadat ik het tweede, laatste sollicitatiegesprek heb gevoerd. Want sowieso wilde ik ze niet belasten met ja, dat vertrouwelijke gegeven, want je mag er niet over praten. Nou, dan weet je bij pubers maar nooit of dat goed lukt. En ik wil ze eigenlijk ook niet onnodig ongerust maken, want dat is toch een hele stap. Het kan ook mislukken. Dus ik denk, nou ja, dan hoef ik laat ze nog maar eventjes in het onwetende. Toen het bekend werd hè, dat u gesolliciteerd had in uw gezin, hebben ze toen gezegd van laten we eens een keer in het Land Verkuik gaan kijken van waar we eventueel terechtkomen? Dat hebben we met onze kinderen niet gedaan, want ja, er zat amper een week tussen. Maar mijn man en ik zijn wel al een paar keer in het Land Verkuik geweest. Ja. We hebben er gewandeld, nou, fantastisch natuurlijk. Ja. Dus we zijn wel eventjes al gaan kijken. En ik ken een deel van het Land Verkuik natuurlijk al van vroeger. En hij eigenlijk nog helemaal niet, dus op die manier. Maar want u hebt gestudeerd in Boksmeer? Middelbare school gedaan in Boksmeer. Ja, dat klopt. Ik woonde in Afferden. Dus, geboren in Maastricht, heb ik me laten stellen. Ja, maar na 3 maanden al verhuisd naar Bergen, Nieuw-Bergen. Ja. En op mijn 6e verhuisd naar Afferden. Ja. Dan is het de dag dat bekend wordt gemaakt wie dat de gemeenteraad voor gaat dragen. Hoe ziet zo'n dag eruit voor u? Of hoe zag die dag eruit voor u? Want u wist van, ik kan op enig moment een telefoontje verwachten. Ja. Ik wist dat ik 's avonds een telefoontje zou kunnen verwachten. Ja, ik stond wel een beetje op met een onrustig gevoel. En ik moet zeggen, ik ben voor de sollicitatiegesprekken zelf amper zenuwachtig geweest. Ja. Maar die avond gierde de zenuwen door mijn lijf. Ja. Echt door mijn lijf. Ja. En dat is de telefoon? En dan gaat de telefoon, ik zat thuis aan de tafel, mijn man zat op de bank, het voetbal was al lang afgelopen, we hadden eerst maar eens voetbal zitten kijken, dat duurde. Nou ja, en toen kreeg ik dus het fantastische bericht dat ik voorgedragen word. Ja, ik was ontzettend blij. Ja. En ligt er dan een telefoonlijst klaar en een e-mail en een lijst met mensen die je moet gaan e-mailen, want het gaat natuurlijk heel snel hè, het wordt bekend dat Marieke Moorman wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Land Verkuik. Maar dan moeten we een hoop mensen in uw directe omgeving in gaan lichten, want het staat zo op Facebook en Instagram en noem maar op. Ja, daar had ik een half uur de tijd voor gekregen. Ik wist dat dat zo zou gaan, want bij mijn benoeming in Bernhezen ging dat precies hetzelfde. Ja. Het is een beetje de goden verzoeken, maar ik heb het toch gedaan, want ik bereid me altijd op alles heel zorgvuldig voor. Dus ik had appjes klaarstaan, een e-mail voor de gemeenteraad en ik had een lijstje gemaakt, want ik wist, als er goed nieuws komt, ben ik helemaal, zit ik vol adrenaline, wie ik moest bellen. En dat is allemaal gelukt in dat half uur. Want het is ook, het vraagt ook om zorgvuldigheid, want er is hier in Bernhezen ook een gemeenteraad die op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Mijn collega's in het college van BMW, die wil je toch gewoon persoonlijk informeren. En dan ontploft de telefoon en dan ontploft de e-mail daarna?
Ja, enorm. Ja, ik ben gestopt met tellen. Op een gegeven moment zag ik dat ik nog 300 apps moest beantwoorden. Ik denk, ja, dit... En toen dacht ik, oh ja, ook nog mail en op LinkedIn. Ja. Ik ben tot zondag, dus een dag of vijf, bezig geworden. Ik heb iedereen proberen te beantwoorden. Ja, ja. Ja. En het gewone werk als burgemeester van de gemeente Bernese gaat gewoon door. Ja, dat, ook dat. En ja, dat is, ik ging wel een beetje met lood in de schoenen woensdag hier naar kantoor. Ja, ja, dus toch, ik ben heel blij om het nieuwe. Ja. Maar ik laat hier ook iets heel waardevols achter. Ja. Ja, dat benadrukt u ook iedere keer, hè, dat u hier net wel een warm bad is waarin u zit. Ja, enorm. Ja. En dat is ook zo. Dus dat, ja. Ik weet dat ook nog van 9 jaar geleden, toen ik van Tilburg naar Bernese ging, had ik precies hetzelfde gevoel. Ja. Toen dacht ik, oh, het wordt nooit meer zo leuk als in Tilburg. Nee. Dat is niet waar. Nee. Dus daar vertrouw ik nu ook maar op. Ja. Wat gaat er straks gebeuren als u geïnstalleerd bent als de nieuwe burgemeester Land van Kuik? Wat kunnen wij van u verwachten de eerste tijd? Dat ik heel intensief ga kennismaken. Ja. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En hoe precies, daar moet ik gewoon nog eens even goed over nadenken. En ook goed overleg over hebben met gemeenteraad en college en de organisatie. Ja. Maar ik heb het heel erg nodig om goed te kunnen functioneren, dat ik mensen ook ken. Ja. Dat ik weet wat ze bezighoudt, waar ze zich zorgen over maken, waar ze vrolijk van worden. Mm-hmm. Dus ik wil echt de eerste tijd me daar veel energie in stoppen. Schiet me nog in één keer even een vraag binnen, hebben we misschien nog net niet over gehad. U hebt 3 pubers thuis. Eentje niet meer thuis, maar twee nog wel. Die moeten nu mee verhuizen. Ja, nou dat is, daar ben ik wel heel transparant over, heb ik ook tegen de vertrouwenscommissie gezegd. Onze oudste, de oudste zoon, die studeert al in Nijmegen, dus die gaat zeer binnenkort hopelijk op kamers. Ja. Maar voor de jongste is het ingewikkelder, die doet dit jaar, of althans volgend jaar, eindexamen. Ja. En wij hebben ook tegen hem gezegd, dat mag hij gewoon hier op school afmaken. Ja. We gunnen hem ook nog even de tijd om aan zijn vervolgopleiding te wennen. En dan komen we heel erg graag naar het Land van Kuik. Ja, en dat is ook geen probleem. Nee, ja, goh, hij zegt, dat is gelukkig pas over een jaar. Ja. Maar ja, wij volwassenen weten dat een jaar ook zo voorbij is. En hij neemt het zoals het komt. Ja, en het is ook geen probleem vanuit gemeente Land van Kuik dat die zeggen van, we hebben het liefst zo snel mogelijk dat u verhuist. Ik ben daar in mijn sollicitatie heel duidelijk over geweest. En als dat een probleem was geweest, dan hadden ze me waarschijnlijk niet voorgedragen. Nee. Dus, en ik denk dat mensen het ook wel snappen. Ja. Want ik heb er niks aan als ik onwillige en ongelukkige kinderen mee moet oppakken. Nee. U zegt, ik ga uitgebreid kennis maken. Het zijn 33 kernen. Ja, heel veel. Kunnen alle 33 kernen u dan ook verwelkomen? Ja, ik wil ze alle 33 zien. Ja. En hoe en wanneer, ik bedoel, dat kan natuurlijk allemaal niet allemaal in de eerste week, nee. Maar ik wil ze echt alle 33 ontmoeten. Het is een gemeente die nu een jaartje bestaat. 5 oude gemeentes zijn het, die nu samengevlochten zijn tot 1 gemeente. Wat ligt voor u de uitdaging? Ik denk dat de uitdaging voor de gemeente ligt in de schaalsprong maken, hè? Dus groter worden. Je positie pakken in de regio, zorgen dat je plezier hebt van die grootte, ook als het gaat over economische groei. En tegelijkertijd klein blijven. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar de kunst is dat mensen van Land van Kuik, die in Wilberdoort wonen, of in Overloon, of in Velp, dat die nog steeds het gevoel hebben van, ik ben hier gewoon inwoner van mijn dorp, maar ik maak wel onderdeel uit van een groter geheel. Ja. Weet u al wanneer u beëdigd gaat worden, of is dat nog allemaal zit dat nog onder de hamer? Dat zit nog onder de hamer, onder de hamer van de minister, want daar moet ik nog op gesprek. Dat is vaak overigens wel een formaliteit en dan moet de koning natuurlijk nog het koninklijk besluit tekenen. Ja. En als dat allemaal is gebeurd, dan kan de beëdiging plaatsvinden. En ik hoor nu steeds februari vallen. Okay. Dus we gaan het zien. Okay. Nou, bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Kort en krachtig. We hebben u even kennis leren maken en we zullen u ongetwijfeld de komende jaren vaker spreken. Daar ga ik wel van uit. Oké, dank u wel. U ook bedankt.